De Nierstichting Suriname is vandaag van start gegaan met de renovatie en uitbreiding van het Nationaal Nierdialysecentrum Suriname. Dit project is gefinancierd uit de opbrengsten van Stichting SUEET. Bij de start van de renovatie werd het ingezamelde geld overhandigd aan de Nierstichting. Van 1 november tot en met 19 december 2021 heeft SUEET een inzamelingsactie gehouden voor de Nierstichting. Guwani Seggen, voorzitter van Stichting SUEET, zegt dat in de afgelopen maanden er is gewerkt aan het binnenhalen van de toegezegde donaties en het finaliseren van de contracten. 2 weken geleden zijn de laatste donaties binnengekomen. SUEET heeft de donatie van Staatsolie, de grootste donateur, rechtstreeks laten overmaken aan de Nierstichting. Natuurlijk houden wij als SUEET wel toezicht op de uitvoering van de plannen van de Nierstichting. Uiteindelijk heeft de actie van SUEET opgebracht voor de Nierstichting 2.538.346 SRD en 46 cent. Ik hoop dat vooral de samenleving enorm trots is op het opgehaalde bedrag, want SUEET is slechts een medium, een platform. Het zijn de Surinamers die het geld bijeenbrengen. En we zijn elke donateur enorm dankbaar, van de persoon die 1 cent heeft gezet tot aan de persoon of het bedrijf dat het hoogste bedrag heeft gedoneerd aan de inzamelingsactie. Want elke cent is onderdeel van het miljoen, in dit geval de ruim 2,5 miljoen. Leon Brunings, voorzitter van de Nierstichting, zegt dat na de renovatie het Nierdialysecentrum er helemaal anders uit zal zien. Alle gebouwen zullen worden aangepakt. Vandaag is een begin gemaakt met de bergruimte, terwijl de afgelopen weken er gewerkt is aan de parkeerplaats. En over een paar weken gaat u behalve deze cabins ook nog kantoorruimtes voor de administratie en de doktoren hiernaast zien. En daarna gaan we beginnen met gebouw 1. U mag me corrigeren als ik fout ben, hoor. Gebouw 1 gereed maken, zodat we de patiënten van gebouw 2 kunnen plaatsen in gebouw 1. En dan gaan we gebouw 2 repareren. De renovatie en uitbreiding van het Nierdialysecentrum moet in 8 maanden afgerond zijn. Hiermee zullen 120 patiënten meer geholpen kunnen worden.